Voetbal in één woord. Eén woord, oké. Okay. Mannen. Eenheid. Samenhorigheid. De belangrijkste bijzaak in het leven. Prachtig. Barcelona. Liefde. En mijn nooit uitgekomen droom. Oranje. Teamsport. Bal. Voetbal. Sport is het voor mij in één woord. Sport? Ja, sport. Voor mij is voetbal niks. Ja, ons prachtige Nederlands elftal. Nou, dit is voor mij echt hogere wiskunde wat hier staat. Dit geeft een beetje de huidige staat van het vaderlandse voetbal aan. Dit zegt mij helemaal niks. Dat is gewoon een beetje pijnlijk. Teleurstelling. Dit is mijn periode, moet er even doorheen. Ja, ik ben sowieso al een beetje de hoop kwijt van de Nederlandse afgelopen jaar. Ik zit te kijken en ik breek gewoon weer van binnen. Zeg, weet je wat de FIFA-ranking is? Nee. Jij weet echt niks over voetballen. Of wij een lover of een hater zijn van de prestaties van het Nederlandse elftal, ja, daar kun je toch maar één ding voor doen. Ja, ik ben gewoon een hater. Een hater van die prestaties. Wat zijn ze aan het doen? Ja, ze moeten gewoon even wat harder gaan trainen, denk ik. Nou, ik ben echt een hater van het prestaties van Nederlands elftal. Echt ik ook. Zwaar teleurgesteld, schamen. Maar je moet wel altijd gewoon achter je land blijven staan, maar de prestatie is echt niet goed, man. Nee. Nee, man, het is verschrikkelijk. Kijk, voor het team, weet je wel, je moet altijd in het goede blijven geloven, weet je wel, maar... Ik ben een hater. Dikkie advocaat, hé. Ik ben een Aangenees, hater. Aangenees, hé. Ja, ja, ja. Als ik in het Nederlands elftal had gezeten en ik zou naar lovers en haters kijken en ik zie ook nog dat mensen nog kritiek leveren, ik zou bij mezelf denken, zakkie dik, ik ben ons nog rijk, het boeit niet. Precies dat. Daarom ben ik ook een lover. Ik was zo overtuigd dat wij echt een van de beste teams van de wereld hadden. En vervolgens hebben ze hem gewoon echt genaaid gewoon. En nu al fucking twee keer achter elkaar, ook het WK zijn we niet bij. Nee, dat ging dus even niet goed, hè? Nederland hoort altijd mee te doen, dat is gewoon verplicht. Altijd. We hadden gewoon een aantal van die toppers. En die zijn nu gewoon... Een goede coach. Ja, en het is te veel veranderd. Ik denk dat Nederland zelfs al de aankomende jaren geen wereldkampioen zal worden. En anders zijn we gewoon voor België, net als bij het Songfestival. Je kan niet helemaal voor België zijn. Jawel. Tuurlijk niet. Hoezo is... Dat doe ik sowieso niet. Het is voor Nederland of niet. Ja, we hebben wel goede spelers. Sophie, welke voetballer mag niet ontbreken in de opstelling? Daley Blind. Daley Blind. Ik weet niet. Afly. Ja, die is al zeg maar 3 jaar lang gewoon niet meer echt aan het voetballen. Memphis Depay. Memphis Depay, je hoort het. Van de Sar in het goal. Justin Kluivert. Ik bedoel, zit Wesley Sneijder er nog in? Zo van Niels de Roy, man. Je zegt niet gewoon. Ik ga ook alleen voor de knappe mannen nu. Tommy Beugelsdijk mag niet ontbreken in de basisopstelling van het Nederlands elftal. Vind ik ook. Lustig. Tim Krul. En Klaas Jan Huntelaar. Hey, wat is die nou? Die... Kale, die zo rent. Met een armpje zo. Barry Obdam. Robben! Ja, Robben! Maar eigenlijk, wie wist als Robben geblesseerd was bij het WK, dan dacht ik shit. En dat gevoel heb ik bij geen enkele speler op dit moment meer. Als ik moet kiezen voor het Nederlands vrouwen- of mannenelftal... Om wat mee te doen. Dat is een hele goeie. Nee, ik heb dus gehoord dat je het Nederlandse vrouwen- en het mannenvoetbal niet met elkaar moet vergelijken. Ja, op dit moment het vrouwenelftal. Dat heeft Mart gestolen. Ja, maar toch wel voor de mannen. Ik ben sowieso voor de mannen. Ik ben wel even voor de vrouwenvoetbal. Ik voor het vrouwelijk. Ik vind het gewoon leuker om naar mannenvoetbal te kijken. Ja. Ja, ik kan niet echt kijken naar vrouwenvoetbal. Ja, het ziet er ook zo raar uit, zo'n vrouw met zo'n bal. Voetbalvrouwen. Oeh, voetbalvrouwen. Oh, zij is echt super mooi. Het zijn stuk voor stuk echt ontzettend lekkere wijven. De voetballers ken je niet. Totally lesbian. Maar de modellen waar ze mee gaan. Kijk hoe mooi zij allemaal zijn. Victoria Beckham. Ja. Dat vond ik in 1999 al niks meer. Jolante van Dingetje. Oh, jij kent ze ook allemaal. Zou je hun doen? Zeker weten. Allemaal? Jolante niet per se. Wij zijn... Lovers een lover van, de voetbal. Van voetbalvrouwen. Gewoon een lover. Lover van alle voetbalvrouwen, ja. Sowieso. Oké, nou lover. Ja, I'm a lover voor voetbalvrouwen. Ik ben een hater. Hoezo? Omdat je ze niet kan krijgen? Ja, ik lover. Ja, ik ook. Vooral Jolante. Als ik een mooie vrouw wil zien terwijl ik naar voetbal kijk, kijk gewoon naast me. Godverdamme, hè? Dat zie ik, mevrouw. Wat een slijmerige opmerking is dit. Daarom hebben die haat ook, hè? Als je vrijgezel was, dan was die... Ja, natuurlijk als je vrijgezel was. Zo, nou, ik ben een lover ervan. Ik denk het cliché van een voetbalvrouw is vooral... Lekker een beetje shoppen heel de dag. Nee, maar dat is... Grote zonnebril, bij voorkeur van een Italiaanse geldmacht. Knap. Jetsers. Geen talent.
Zo, knap. Dat is wel een gevaarlijke uitspraak. Dat deed ik niet. Bro, weet je hoeveel vrouwen er zijn die er gewoon knap zijn, die er gewoon zijn? Die doen niks. Het zijn allemaal over het algemeen hele knappe dames. Die ja, in principe niet zo heel veel hoeven te doen. Maar ja, geef ze eens ongelijk. Geld en ballen, weet je, daar komen golddiggers op af. Maar ik denk niet dat elke voetbalvrouw een golddigger is. Maar je hebt zoveel vrouwen, bro, gewoon chicks, bro. Die zijn daar gewoon voor de money, man. Dat weet ik, dat weet iedereen. Ja, maar dat betekent toch niet dat al die wijven toch voor dat geld gaan? Nee, dat zeg ik ook. Dat zeg ik toch ook niet. Oké. Ik zeg, ik geef ze alleen geen ongelijk dat ze niet zo heel veel doen. Ik denk dat er een goede 75% wel een golddigger is, man. De lekkerste Nederlandse voetbalvrouw is... Wat voor voetbalvrouwen hebben we? Maar ik ken echt alleen Jolante, man. Nee, ja, Jolante natuurlijk. Maar Jolante dan, toch? Ja. De vriendin van Gregory van der Wiel? Ja, helemaal mee eens, Roos. Sylvia van der Vaart. Nee. Ja. Sylvie Meijs vond ik ook altijd Sylvie Nijs. Accepteren. Hallo. Hallo there. Hallo. De man. Cristiano Ronaldo. Ja. Wat vind je er nou van? Ja, ik vind het wel heel glad. Hij heeft wel echt het perfecte lichaam van een man, jongen. Dat is niet normaal, bro. Ik vind hem dus zo niet geil. Ik vind dit net iets te veel. Ja? Wel, hij heeft een goed lichaam, hè? Maar ik vind dit ook heel lelijk, dit broekje. Ik vind wel dat hij een hele rare piemel heeft, want daar zit ook een voetbal in. Eerlijk, bro. Hoe graag zou je dit willen? Kijk even. Ja, het is een tok. Het is een tok. Ja, ik denk dat ik er ver vanaf zit. Hij doet volgens mij ook niet hi, Ronaldo, maar hij doet... En zo... Ja, maar ik vind dit wel echt een soort van smeren. Ik ben een lover voor Cristiano Ronaldo. Ja, ja. Het is een waanzinnig voetballer. Wij zijn lovers. Tuurlijk is het een superlekker ding. Maar het is ook weer zo lullig om te haten. Ik ben een hater. Lover van... Hem als voetballer. Ik ben een lover. Qua voetballer ben ik een lover. Ja, ik vind het een fenomeen. Het is een van de beste voetballers alle tijden, denk ik wel. Ik ben niet helemaal fan van zijn mentaliteit. Hij is wel geliefd voor de vrouwtjes. Kijk even naar zijn bobbel. Zou je hem doen? Of ik Cristiano Ronaldo zou doen? Nou... Ik zou het er niet op kunnen. Nee. Nee? Als ik hem in de club zou zien, weet ik niet of ik zou denken... Ah, lekker ding. Het is een knappe man. Zou ik er zelf op vallen? Nee. Ik wel. Ik zou heel graag op zijn gezicht willen zitten. Ik vind het glad. Ja. Ik vind het veel te glad. Maar ik zou het wel weten hoor. Ik zou dat wel gewoon een vet verhaal vinden, toch? Vroeger had ik hem wel gedaan, nu niet meer. Ik denk dat ik hem laat schieten. Ook die blik in zijn ogen. Je ziet hem gewoon denken van... Oeh. I'm the man, bitch. Yeah. Gaan we eens even tongen of zo. Jezus. We kunnen zeggen wat we willen, maar die man heeft geld. Die man speelt als een malle. Hij is gewoon een hele goede voetballer. Ik vind ook niet dat mensen een strijd tussen Ronaldo en Messi moeten maken. Nee, ik ben eigenlijk iets meer Messi-fan. Ah, Messi ken ik wel. Ik ga voor Ronaldo kiezen. En Ronaldo is heel erg van de trucjes. Nee, ik heb een paar moves van Messi ooit gezien. Vet, hè? Ik heb iets meer met Messi. En Messi zegt zo die... Die gaat er echt zo heel snel. Dat schaatsen. Ja. Hij gaat gewoon 8 man zo voorbij en hij maakt hem af, bro. Heb ik Ronaldo nog niet echt heel veel zien doen. En Messi is gewoon echt talent. Gewoon echt zo, ja, bizar. Qua voetballer vind ik Ronaldo toch leuker. Omdat hij er echt hard voor werkt. Dat gevoel heb ik niet. Nee, Messi niet. Messi zit de hele dag aan zijn pik te trekken. Dat zou kunnen. Ik ben een hater van voetbal, want als het aanstaat, zet ik het uit. Ik ben echt een lover van voetbal. Ik ben een lover van het thema voetbal. Ik ben een absolute lover van voetbal. Ik ben een lover van voetbal omdat ik het heerlijk vind om op een brakke zondag mensen heel hard achter een bal te zien rennen. Lover. Lover. Omdat ik vroeger voetballer wou worden, maar het is nooit gelukt. In een lover van voetbal, anders dan zou mijn leven er ook gewoon wel heel anders uitzien. Ik ben een lover van voetbal gewoon omdat het puur entertainment is. Ik ben dan sowieso een lover van voetbal. Ik ben ook een lover. Dan ben ik ook maar een lover, hè? Als je grote broer lover is. Maar behalve als je met mannen op de bank zit die gewoon niks anders doen dan voetbal kijken. Jongens, leuk dat jullie hebben gekeken naar lovers en haters. Maar even denken van het nieuws. Ik weet wel, ik ben altijd bezig met... Ja. Ja? Ja. Jongens, leuk dat jullie hebben gekeken naar Lovers en Haters. Laat even in de reacties weten of jij een lover bent van Cristiano of Messi. Abonneer op het kanaal, laat een reactie achter, like deze video. En tot de volgende, man. Peace. Kun jij me vasthouden? Ik word ijs heel zwaar. Nee. God.